Me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be replaced. So come on now, let me make you do. That's why I'm spending my life with you. I wanna please you any way I can. I wanna share my world. Don't you understand? My ass is best for world. Ik verdien profee. I'm stuck on the front. Word ik dan jouw B. La da di, la da da, la da di, la da da, la da di, la da. Goed dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn S is best wel woord. Ik verdien trofee. Mato, die kan je lekker pakken. Hey jongens, dat VUV van de pak gehaald. Het is wat duur in man, dit kan je. Gewoon zelf dat ze in Nederland. Nou, we gaan uit en dit is mijn outfit. Ik weet niet meer waar ik deze hakken vandaan heb. En deze heb ik net bij de H&M in Turkije gehaald. Lekker op een pyjama, ik weet ook niet wat ik dacht. Maar ja, that's it. En nu gaan we ervan door. Dylan heeft even een hele grote mok mee van de tussen. Joseph make-up. Dit is bewijslast, dat moet je niet doen. Dit is in de hotel. Ja jongens, de muziek is stilgelegd. Wat is er gebeurd? Er is een midnight controle door de politie. Als er geen rokers zijn, dan kunnen ze zonder boete te betalen weg. Ja. Yeah. Maar wat we niet weten is, als ze eenmaal weg zijn, gaat iedereen beginnen te roken. Waaronder ik. Maar het is voor algemeen bekend dat om deze tijd. Van tevoren weten ze altijd dat het goed rook is. Daarom mag er ook geen rookgeur zijn. Oké, hij zegt nu letterlijk, de politie loopt nu naar het buiten. Over 2-3 minuten steek je sigaret aan. Turn me inside out, make my heart speak. Need no one else. You're all I need. Oh, that DJ. Now you're Nou jongens, ik loop net op de gang. Pilo en Davio zijn net helemaal dronken de straat opgegaan omdat ze honger hadden. En nu zijn ze verdwaald, ik had ze net gebeld. Maar ik dacht van ja, ik ga lekker naar de kamer, make-up eraf halen en gewoon lekker slapen. Toen was er een man die gewoon al op in mijn business was. We moesten toevallig alle twee met de lift naar boven. Ik hou er zo niet van als ik met een vreemde man in de lift zit. En toen zei hij, where are you from? Toen zei ik, from the Netherlands. En toen zei hij, oh, you are very, wat zei hij nou? Very pretty of very beautiful of zo. Nou, ik zet even de video hierna wat er daarna gebeurde. Wat? Café, cola, alcohol. In your room? Whiskey. So you got whiskey in your room? No, I don't want whiskey in your room. My friend, this is... No, bye. Op het moment dat hij dit deed... Kijk, ik vind het gewoon echt super grappig, want ik weet gewoon, I don't fuck with you all. Maar ik vind het wel erg erg dat mannen altijd... Maar het gevoel hebben dat er gewoon vrouwen kunnen zeggen van kom mee naar mijn kamer. Voor hetzelfde geld was ik gewoon ook super dronken. En dacht ik van ja, ik ga gewoon lekker met die man mee naar zijn kamer. Ja, er kunnen dan voor allerlei gekke dingen gebeuren. Maar de video was wel heel erg hilarisch. Maar ja, ik kijk ook altijd naar de gevolgen van kijk, stel ik was een minderjarig meisje. En ik dacht van oh ja, gezellig vodka of koffie drinken bij die man op zijn kamer. Ja, echt te gek voor woorden. Ik snap sommige mannen gewoon echt niet.
Ik was nog een beetje aan het herstellen van vanavond, van gisternacht. En ik heb gewoon bloed. Eeuw. Nou, in ieder geval, wij gaan nu, we gaan straks naar het nieuwe hotel. Die is echt amazing. Die is echt de 10 out of the 10. En het verschil van dit hotel en het andere hotel is maar een verschil van 5 euro. Ik en Daf zitten wel te overwegen om tripjes te organiseren naar Antalya. Om mensen te begeleiden om hun tanden te doen. Dus het is wel goed dat jullie het verschil zien van dit hotel en het volgende hotel waar we naartoe gaan. Voor de mensen die de vorige vlogs hebben gezien. Die hebben de roomtour gezien van dit hotel. En ook van het vorige hotel. Maar ja, mijn voorkeur gaat toch naar het hotel waar we straks naartoe gaan. Die is veel luxer, veel mooier. En je kan hele mooie Instagram foto's en video's maken. En het verschil is maar ja, 5 tot 10 euro. Dus ik zou eigenlijk helemaal niet twijfelen. Ik ga jullie meenemen, want ik heb echt honger. En Davio duurt alweer lang. Weet je wat ook echt grappig is, jongens? Dat Davio altijd langer de tijd nodig heeft dan ik. Hij is letterlijk net een wijf. Nou, hoe komt dat? Omdat jij helemaal wakker bent. Dus helemaal niet. Jij was net wakker. Toen zei je, oh, ik wil echt een sapje halen beneden. En toen was je alweer een uur beneden. Ja. Oké, ben je klaar? Tuurlijk. Even insmeren. Laat ze maar zien hoe dat moet. Ja, maar je mag blij zijn, want er zijn heel veel jongens die niet zelfverzorgend zijn. Die heel... Zelfverzorgend? Die gewoon verzorgend zijn. Kijk, ik ben heel zelfverzorgend. Je bent heel zelfverzorgend. Dat is belangrijk, maar er zijn heel veel jongens die dat niet vinden. Die gewoon zonder te douchen en zonder tanden te poetsen de deur uitlopen. Ja, dat is wel heel vies, ja. Ja, dat heb je liever dat je 10 minuten wacht. Nou, 10 minuten, dat is wel. Ik wacht meestal wel een uurtje op jou. Ik wacht uren op jou, hoor. Nou, dat valt echt wel mee. Als jij een make-up doet, ja. Ja. Ja, bitch clap. Swipe up voor die bitch clap. Zeg dan. Als je vriend irritant doet, dan moet je gewoon eromheen praten. Ja. Ja, nee, dat vind ik niet leuk. Ben je klaar? Ik doe normaal. Gel ashkim. Gel ashkim. Je loopt zo met je beaderen. Dan begrijp ik wat dat die man heeft begonnen. Ja, ik begrijp. De voorraad ook. De voorraad ook. Die heeft alles wat je wil. De voorraad ook. De voorraad ook. De voorraad ook. Raak je dat? Nee, ik ben verkouden. De voorraad hoek, de voorraad hoek. Nee, dat is niet leuk voor de kleintjes om te zien. Oké. Wat? Maar dan pas dat, mijn broer. Komt dat door mij? Ja, kerel. What the fuck? Jij bent ook zo'n domme chickie die dan tandpasta open in de tas doet. Is het gewoon tandpasta aan mijn kont? Kan je het even voor me schoonmaken? Nou, we hebben bijna niks gegeten eigenlijk. Ja, ik heb alle broodjes gegeten en het ei. Nou ja. Deze heeft een kater, dus die eet bijna niks. Hoe zeg je aspirintje in het kerk? Aspirintjolum. Aspirintjolum. Nou, we zijn nu onze laatste spulletjes aan het inpakken. Dit is onze oude kamer, hier een jacuzzi. Alleen hier duurde het best wel heel erg lang voordat het water warm werd. Ja, zit je 3 uur te wachten met je zwembroek. Ja, en het water wordt niet heel warm, dus dan moet je elke keer kokend water erbij gooien. Ja, dat is zo vervelend. Ja, dat is echt zo vervelend. En mijn man, ja. Auw, je zit op mijn haren. Kijk mij mee te trainen. Pak, pak, pak. Ik ben helemaal heet dat trainings. Pak, pak, pak. Ik ben helemaal heet dat trainings. Pak, 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 pak. Auw, je zit op mijn haren. Matjo. Je zit op mijn haren. Alles wat ik wil. Is dat jij ver weg van mij blijft. Alles wat ik wil. Daar deed een dik op mijn bil.
Nou, we zitten nu in de bus. Nu naar het andere hotel. Ik heb er echt zin in. Dat hotel is zo mooi. Ik heb net iets ergens meegemaakt, jongen. Ja, nou vertel. Ik begin dus naar het toilet. En... Waarom mijn arm is volgens mij? Ja, omdat mijn arm pijn doet. Jij vast wel. Nee, hou jij maar vast. Nou jongens, ik ging dus naar het toilet. En ik hoorde dit geluid. Maar het klonk dus echt, want je hoorde ook die broek heen en weer gaan, zeg maar. Je hebt toch, als je een riem om je broek hebt. En ja, je trekt aan je, je bent aan het aftrekken. Dan hoor je, je weet gewoon hoe dat geluid klinkt als jongens zijnde. En ik kwam de toilet binnen en ik hoorde dat dus gewoon echt zo. En die broek ging ook echt heen en weer. Je hoorde gewoon echt het geluid van die riem. En wauw. En vervolgens was dat dus de manager van het hotel die gewoon zijn kont aan het wassen was en dat geluid hoorde ik dus. Hij ging naar de receptie, hij zegt, I need to go to the toilet. You know this? I hear the sound. Elysium Green, toch? Elysium. Dat was wel een mooie naam, man. Elysium. Vind je dat geen mooie jongens of vrouwen, meisjes, man? Elysium. Nee, maar klinkt als een spa. Elysium. Klinkt ook echt duur. Elysium Green. Vio, die heeft weer duizenden kleren die mee moeten worden geëscorteerd. Bam, 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 bam. Thank you, bye bye. Bye bye. Jess. Dat jullie geen waterprobleem hebben hoor. Nee, echt hè. Nou, we zijn in onze nieuwe kamer. We gaan lekker in de jacuzzi. We gaan lekker in de jacuzzi, jongens. Het is 4 uur. Ga even lekker ontspannen, genieten. En dan zien we straks Jellis weer. Gewoon even flexen en finessen. Dit hotel ziet er wel echt luxe uit, man. Hier heb je alleen maar suites. Kijk ook hoe cute die zeepjes. Je hebt me niet verteld wat je moet doen. Jawel, het liedje met die video's die je zei, oké. Jongens! Als wij TikTok maken, kijk dan. Ik wil gewoon een wifi waarmee ik gewoon leuk samen TikToks kan ja, maken. Ja, dan zoek je lekker een andere wifi. Ja, ik ga dat doen. Gaat te snel. Kijk. Jullie welke maand het is, maatje 32? Nou, dan gaan we, jongens. Wacht, nu wil ik nog een keer. Dan gaan we, jongens. Deze buur, ik denk die mensen die nu naar buiten kijken en hier naar binnen. Symphony, just to say how much you mean to me. What would you do to me if I told you you were beautiful? Would you date me on the regular? Ik bestel een kiptasje, dus ik krijg vast een mooie, hè, helemaal uit de oude bergen.
gewoon echt zo'n mooie tagine. Met allemaal vlees en alles. Maar ik krijg gewoon een bordje met kip en aardappels. Jouw eten lijkt op paardenuitwerpselen. Ja. Nou, iets smakeloos. Nou, we zitten nu in de taxi. We komen net aan van ons hotel. We zijn toch alweer voorbij, jongens. Oh, dit is wel echt dik, hoor. Jongens, dit is dan te dik. Kijk dit. Op het plafond zit een hele dikke spiegel, jongens. We moeten de buurt echt overal mee voeren. Wat zei je? Wat zei je, schatje? Nou, jongens, dan ben je een seconde aan het vegen. Ja, je moet ook echt alles filmen. Wij gaan lekker slapen. En dan zien we jullie morgen weer. Yeah! Ja! Ja, tot morgen! Ja! Ja! Hey, goedemorgen iedereen. Het is 00:30. We hebben half uurtje om te eten. En dan hebben we de coronatest. En morgen vliegen we weer naar Nederland. Dus ja, als de video nou een keertje opschiet. Hey broer, ik sta buiten je hotel. Kom naar buiten. Ik sta voor je deur. Kom naar buiten. Ja, ik sta beneden bij jou. Even ophalen naar de stad. Ja, kom naar buiten. Kom mee. Klaar, mama. Kijk, ik zie veel dingen dat ik denk, wat doen ze dan? Hoe je nog kitchen? Hou een vent, hoe je nog? Ik wil zeggen, mega. Was ze versieren volgens mij? Ze dweilen gewoon de stoeptegels buiten. Ze trekken op school. Nou jongens, niet echt lekker weer vandaag. Kom alles samen in. Ze gaan een kraslotje halen. Wie was er van koffer? Kom eens aan het uittesten welke beter is. Deze one, ja. Yeah. Deze heeft gewonnen? Ja, we nemen deze. Ga nog één keer kijken. Mac, you're from Holland, right? Ja, Mac, popular old shop in your country. Ja, sorry. Kapot. Nou jongens, gaan nu mijn tanden checken. Gewoon weer stress aan mijn hoofd. Jij moet straks heel op te lachen daar. Ik ga niet meer lachen. Gaten. Wij zijn nu lekker aan het eten. Wauw. Proost. Mooi chin chin. Oh, die is in één keer goed, hè? Ja. Zo. Wauw. Yes. Oh, hoe ga ik dit allemaal opkrijgen? Ik heb ook nog een taco's. Yes. Heb je ook taco's? Of één keer? Ik heb ook één keer. Ja. Dit is alweer onze laatste nacht in Turkije. Ja. Jawel. Dat is onze laatste nacht en morgenochtend vliegen we alweer. Ja, ja, helaas. Dus we gaan nu op. Heel snel, hè? Ja. Echt heel snel. De tijd gaat heel snel als je het gezellig hebt, zeg zo. Ja. Ja. Als je het leuk hebt. Ja. Dus we gaan nu nog optimaal genieten van onze suite. Sorry. Dat was een diepe zucht. Ja, en dan gaan we boem dingen doen. Dus... Doei! Tot morgen! Nee, ik ga straks nog wel filmen, denk ik. Oh, en het is even vandaag een stuk rustiger, want Bilal zit nog in dat andere hotel. Ja. Yeah. We hebben nog voor een paar dagen pauze in dat andere hotel genomen, want we werden helemaal gek. Dus hij zit nu andere mensen gek te maken daar in het hotel. Met zijn ADHD. Dus hebben wij voor pauze genomen. En ja, het bevalt me wel prima. You got a nice ass. Look man, full kill. Lekker billow. Lekker billow. Hoeveel euro of hoeveel euro zou jij in de zwembad springen? Op dit moment? Ja.
Ik zeg eerlijk, voor 3000 springen wel in, maar ik ga niet lachen. Ja, ik ga echt niet lachen. Het is geef koud. Je 30 euro. Oh, nu, direct. 30 euro veeg ik mijn kont. Jongens, het is 10 uur. Ik ben echt kapot. Ik heb een shisha gerookt. En het voelt echt alsof ik 10 jonkels heb geklapt. Echt, ik ben zo duizelig. Maar ja, ik ben echt klaar om te slapen nu. Even de laatste spulletjes inpakken. En dan gaan we morgen de lucht in. En dan zijn we in de middag thuis. En dan zou je denken, nou lekker uitrusten. Nee, ik moet kapot voor pakketjes verzenden. Want ik was helemaal vergeten dat ik dat ook allemaal moet gaan regelen als ik terug ben. Dus, bronchitis, jongen. Ik ga nu lekker slapen en dan ga ik morgenochtend filmen dat ik weer naar Nederland ga, helaas. Het liefst zou ik echt Turks willen leren en hier wonen. Maar helaas, gule gule kan dat niet. Wat betekent gule gule ook weer? Doe je toch? Nou, allemaal naar Koyalams. Ik ga nu slapen en dan zie ik jullie morgenochtend weer. Dat doet best wel zeer. Maar ik doe het nog een keer. Mijn shirt is niet van leer. Nee, want ik dacht een badjas. Mijn booty dikker dan een atlas. Jij dacht dat het een grap was. Oh, maar mijn vriend dacht dat ik plat was. Maar dat ben ik ook. Ik ben plat net een plat vis. Hé, ik ben lid tot aan mijn kist. Hé, je dacht dat ik me vergis. Maar ik ben de shit. Wow. Mic drop. Oké, later pikkies. Hé jongens, ik heb een dikke jas hier gehaald, hè. 30 euro. Ik ga morgen aan doen. Dit is mijn outfit voor morgen. Sexy BH'tje van Hunke Muller. Deze bril ga ik opdoen. Deze bril ga ik opdoen. Bij deze jas. En mijn hartjesbroek. Maar ik ga jullie morgen wel de volledige outfit laten zien. Oh, chips. Goedemorgen. Nou, ik moet me eigenlijk over ook niet filmen. Nou jongens, een hele goede morgen. Ja, klinkt echt elke dag ooit in je hele leven verkouden, hè? Ja, ik ben nu toch ziek. Ja, nu, echt. Nou jongens, we zitten alweer in de bus. Onderweg naar het vliegveld. We gaan nu naar Nederland. Maar ik heb brownie en Piet het echt zo erg gemist. Echt niet normaal. Het is 7 uur ochtends. Checken direct slapen in het vliegtuig. Dus ik zie jullie als we in het vliegtuig zijn. Water. Nou jongens, dit is mijn outfit. Het begint bij de schoenen. Deze broek is van Shein. Dit shirt is van Dove, gestolen. En deze jas heb ik gehaald in Turkije voor 30 euro, jongens. Nederland en dat weer deze jas aan. Dat het al te koud is hier. Yo. Hey jongens, een hele goede morgen. Dit is de day after aankomst van Turkije. Ik was kapot de volgende dag, dus ik heb niet meer gevlogd. Maar ik ben weer herenigd met mijn kindjes, Pienet en Brownie. Pienet die ligt boven te slapen met een video. Het is 8 uur 's ochtends. Ik moet even mijn pruik opplakken. Ik heb net even mijn wikken opgedaan. Dan gaan we daar naar Zandvoort, want ik heb een fotoshoot voor Reinders in Den Haag. Au Brownie, je nagels. Brownie is boos om omdat ik in Turkije met allemaal katten een goede connectie had. Zo, ik zit in de auto. Klaargemaakt. Mijn haar wil echt niet meewerken vandaag. We gaan nu naar Den Haag rijden. Wacht op de video. Jullie zien het, hè? Leven bewijst dat ik altijd wacht op de video. Omdat hij fucking traag is.
Marie, nog één keer even iets doen in de lucht? Ja, zo, dat is top. Nee, die Ben, mag je naar beneden. Ja, alleen Marie. Ja, Marie en Sjoe vind ik ook wel leuk. En Oranje mag ook even iets doen. Ja. Lijkt wel triest voor je, hoor. Ja, leuk, die lachende foto. Jongens, de shoot is bijna voorbij. We zijn nu met Ines. Ja. Ja, habibi, wallahi, let's go. Hé, dat was wel echt mijn tune, maar mijn emotionele tune. Ja? Ja, je weet, je hebt altijd een tune als het zeg maar regent, dat je dan zo emotioneel uit de raam krijgt. Niet huilen? Nee, bijna, maar je weet, ik moet altijd aan zielige dingen denken. Oh ja, echt mooi nummer. Ja, daar was het ook voor gemaakt dat iedereen ging huilen. Ja, toch? Nou, heb je goed gedaan. Ja, toch? Ja, het is geluk bij mij, jongens. Nou, gezond naar huis. Ik ben echt kapot en we zweten allemaal heel erg, omdat het echt dik is. Dus ik zie jullie straks weer in de auto. Ik ben mijn vlog aan het editen. En ik besef mij dat ik de video niet heb afgesloten. Dit is echt letterlijk 2 weken nadat ik nadat jullie de vorige video hebben gezien. Dus ik ga de vlog even afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En laat me weten wat jullie heel graag willen zien op mijn YouTube channel. De volgende video zal een storytime worden over mijn psychose. Omdat heel veel mensen hebben er toch naar gevraagd. Van hoe kom je er nou in en wat is het? En na 2 jaar heb ik eindelijk een moed bij elkaar geraapt om het erover te hebben. Dus check sowieso volgende week donderdag om 6 uur mijn nieuwe vlog. En dan zie ik jullie later. Wow, dat waren 80 kusjes.